welkom Martijn Meijer en Luc Huiting. En dan mag inderdaad... Ja. Heren, twee talenten van de Lions. En toch al allebei een A-interland achter de naam. Luc, ja, begin jij eens. Ja, dat klopt. Eén interland. Ja, ik heb al één interland mee mogen maken in Polen. Ik kreeg afgelopen jaar heel onverwachts een mailtje van de bondscoach dat ik inderdaad werd opgeroepen voor de A-ploeg. Ja. Ik ben veel vaker bij Jong Oranje ben ik altijd, heb ik alle stappen doorlopen van onder 15 tot nu dan onder 20. En dan krijg je op een gegeven moment een mailtje dat je mee mag met de A-selectie naar Polen. En dat is natuurlijk geweldig. Ja, je bent bij de Lions tweede, derde keeper. Ja, dat klopt. De ene keer tweede, de andere keer derde. En dan krijg je in één keer dus die oproep voor het Nederlands team. Dat lijkt me zelfs bizar. Wat was de achterliggende gedachte? Ja, natuurlijk waren er heel veel... er waren een aantal keepers van de A-ploeg waren geblesseerd. Of hadden door privéomstandigheden konden ze niet aanwezig zijn. En ik denk dat het Nederlands Handbalverbond kijken is naar de toekomst. En ja, dat dacht ik al. Door wil naar 2016. En omdat wij met de lichting van Jong Oranje nu ook het WK in Bosnië hebben gehaald... Ik denk dat ze willen kijken naar talentvolle spelers die daar in die groep zitten... om die mee te nemen naar door te laten stromen naar de A-ploeg. Ja, leuk. En het lijkt me trouwens ook heel verstandig van het Nederlands handbal. Maar was dat ook erachter? Je hebt er volgens mij twee op je naam, San Martijn. Ja, klopt. Ik ben vorig jaar november mee geweest naar Finland. En dan moet ik even nadenken, volgens mij ook vorig jaar januari hier in Geleen tegen IJsland gespeeld. Voor mij was het... Ook een verrassing, ondanks dat ik toen een heel goed seizoen gedraaid heb vorig jaar. En het was natuurlijk ook een hele eer om mee te mogen doen. Ook heb ik als Luc alle stappen van Jong Oranje onder 15, onder 17. Ja, je hebt gigantisch veel wedstrijden voor Jong Oranje. Volgens mij nog meer als jou, of niet, Luc? Ik denk het wel, ja. Ja, ik heb toen zo over 30 jeugdinterlands, ja. Denk ik. En, Dus jij hebt heel Europa al gezien? Ja, wel een aantal landen wel, ja. Ja, dat is wel leuk, dat is wel super. Ja. Hey, en twee interlands nou. Jullie waren ook allebei genomineerd voor de komende interland. Maar daar zijn jullie op het laatste moment afgevallen. Toch bijzonder dat je op die lijst al staat. Lijkt me al een hele eer. Ja, zeker. Kijk, je behoort dan wel volgens de bondscoach tot de beste aantal spelers van Nederland. Ja. Dus voor jezelf is dat gewoon een groot compliment, denk ik. Wat is jouw positie, Martijn? Ik speel bij Lions, speel ik rechts opbouw. En voor het Nederlands team is dat rechtshoek. Dat betekent automatisch dat je linkshandig bent. Kun je dat uitleggen aan de mensen thuis waarom dat zo is? Je hebt in het handbal eigenlijk zes posities in het veld. Dat wordt verdeeld aan de linker- en de rechterkant eigenlijk. En dan is het vrij normaal dat aan de linkerkant de rechtshanders spelen en aan de rechterkant de linkshanders. Ja, want ze moeten naar binnen die cirkel inspringen om te kunnen scoren. Dat is met rechts makkelijker dan. Ja, precies. Dat komt dan gunstiger uit inderdaad. En als je aan de andere kant speelt, is dat ook echt wel even wennen en raar eigenlijk. Ja. Luc, jij hebt... jij bent de grootste gek van het team. Ik heb er helemaal geen verstand van. Even, als je bij handbalkeeper wordt, dan... Iedereen heeft zijn eigen taak en iedereen heeft zijn eigen vak. En de een zegt, je hebt een plank voor je kop. Maar ja, ik... daar ben ik er eentje van. Ja, ik zou niet als die verdediger, als een kerel met van 110 kilo met 2 meter om me af komt rennen, ja, daar ga ik niet voor staan. Nee, maar wel als hij de cirkel inspringt en voluit haalt, voor de bal, dan spring jij ervoor. Precies. Iedereen heeft zijn eigen taak en iedereen probeert die het beste uit te voeren. Ja, wat is de kick voor jou voor het keeper? Als keeper heb je denk ik in het team een hele belangrijke taak. Ik denk dat je de wedstrijden niet wint wie de meeste doelpunten maakt. Maar je kijkt naar wie de minste tegendoelpunten krijgt. Ja. En het mooie van een handbalkeeper is, als je het vergelijkt met bijvoorbeeld een voetbalkeeper. Een voetbalkeeper moet natuurlijk een heel hoog percentage halen in een wedstrijd. Om zo min mogelijk tegendoelpunten tegen te krijgen. Bij een handbalkeeper is een hele grote samenwerking met de dekking. Je hebt heel veel afspraken wat je met de dekking hebt. Dat zou in het voetbal ook moeten zijn. Natuurlijk is het bij het voetbal ook. Bij jullie is het allemaal wat compacter, waardoor het sneller gaat. Ja, precies. Ja. En dan krijg je een aantal doelpunten meer tegen, dat is in het voetbal. Mm-hmm. Maar ik vind het gewoon een kick om daar de belangrijke ballen proberen tegen te houden. En zo je team ook weer een boost te geven om in de aanval weer een doelpunt te scoren. Ja. En als keeper moet je je goed beschermen? Dat zou overal. Willen. Overal, ja, dat wel. Ja, nee, dat is voor de duidelijke. Zijn jullie nou ook, hebben jullie, ik vroeg net aan Quinn, leef jij van dag tot dag? Of heb je wel een planning voor jezelf? Hoe zit het met jullie, Martijn? Je leeft toch wel van dag tot dag eigenlijk. Je,
gaat gewoon overdag naar school eigenlijk. En 's avonds dan ga je trainen. En, ja, maar je kan trainen en je kan bewust trainen. Ja, je bereidt je wel gewoon natuurlijk de hele week voor op de wedstrijd in het weekend natuurlijk. En, maar ben je ook bezig met je goede punten te verbeteren, je slechte punten te camoufleren? Heb je een traject uitgezet van oké, ik moet zoveel krachttraining doen om zo sterk te worden? Dat soort dingen allemaal met het idee van straks wil ik vaste basis spelen bij de Lions en ik wil naar Oranje. Ja, we hebben soms, of de laatste tijd hebben we wat gesprekken met een psycholoog, sportpsycholoog eigenlijk, waar we onze eigen sterke punten en zwakke punten aan de groep moeten kenbaar maken, zodat iedereen dat weet en dat je dat ook voor jezelf kunt aangeven eigenlijk. Van ja, daar wil ik aan werken en zo ga ik dat doen. En dat weten de trainers ook, dus ja, wat dat betreft zit er dan wel een goede samenwerking in met het team, trainers en het individu eigenlijk. En wat is jouw ambitie? Mijn ambitie is om in Nederland eigenlijk gewoon een bepalende speler te worden, gewoon bij de club eigenlijk, dus op dit moment bij Lions. En ja, goed, mijn voorkeur gaat uit naar een buitenlandse competitie, een sterke Duitsland. Competitie. Bijvoorbeeld. En, bijvoorbeeld, lijkt me de best betaalde competitie, daarvoor zei je. Nou ja, daar gaat het nog niet zozeer om. Het gaat natuurlijk om dat je het maximale eruit probeert te halen, ja, op je niveau. En, ja, goed, de Duitse competitie is in principe het sterkste in de wereld. Dus dat is een goede uitdaging. Ja. Luc, nou heb jij in principe twee keepers voor je, ja, bij Lions. Hoe moeilijk is dat om daarmee om te gaan? Nou, ik denk dat we met z'n drie een heel hecht team vormen. En dat we met z'n drieën meer proberen om met degene die keept, die moet goed keepen. En daar gaat het om. En we gunnen elkaar het beste toe. Dat is een team, dat ben ik met je eens. Maar aan het eind van de rit, als jij het hele seizoen geen basiskeeper bent geweest, dan denk je ook van ja, ik ontwikkel me beter als ik keep iedere week. Soms begin je het wel aan je te knagen en ben je wel uit op ook speelminuten. Alleen ja, dat zit er soms niet in. En zolang je niet de eerste keeper bent, dan moet je blijven trainen en moet je blijven werken. Totdat je op een gegeven moment wel degene bent die er vertrouwen krijgt, die de kans krijgt om daar te staan. En dan moet je er staan. Ja, en dan kom ik nog wel eens vaker in Panningen en dan vang ik daar de roddel op. Daar wordt dus Martin Vlijm trainer, daar heb je ervaringen mee. Bevo zoekt een nieuwe keeper. Ja, dat klopt. Dan denk je, nou, Luc die zorgt dat hij dit jaar kampioen wordt met Lions. En volgend jaar is hij mooi te zien in Panning. Nou ja, zo makkelijk ligt het natuurlijk niet. Want Bever is natuurlijk wel onze grootste vijand op het gebied in de competitie. En natuurlijk is Martin een nieuwe hoofdtrainer geworden. Daar heb ik hele goede ervaring mee. Althans ook van die jongens die bij mij in het team spelen. Daar hoor je alleen maar goede verhalen over. Maar ja, een trainer is natuurlijk niet alles. En als ik kijk in de organisatie. Maar hij heeft dus wel contact opgenomen, begrijp ik. Inderdaad, ja, Bever heeft wel interesse getoond of ik eventueel volgend jaar daar kom aan, man. Ja, dat is mooi. Dan moet je ego toch ook strelen? Nou ja, of het je ego streelt. Ik denk, je wordt wel beloond. Ja, wat je ook beslist, maar dat moet Dat denk ik wel. Ja. Ik denk dat het wel een mooi iets is waardoor je merkt dat je wat je aan het doen bent, dat het ook gezien wordt door de rest van Nederland. Ja. Want je zegt zelf net al een klein beetje van, ja, voor je ontwikkeling, zeker als je al aan Oranje geroken hebt, is het natuurlijk belangrijk dat je speelt, dat je keept. Ja, natuurlijk. Dat is wel een vereiste, denk ik. En dat klopt. Je moet natuurlijk minuten maken, daar word je het beste van. Ja, ja, dan heb ik een idee wat jij wil. Het seizoen in ieder geval heel goed afsluiten. Ja, we hebben natuurlijk een fantastische halve finale voor de beker nog. Ja, in Panningen tegen Bevo. Jullie hebben de finale van de competitie. Waarschijnlijk dus tegen Volendam het drieluik. Wat gaat het worden, Martijn? Nou ja, goed, zeker van de finale zijn we nog niet. We staan er natuurlijk wel. Ja, maar het moet gek lopen. Ja, goed, we staan er natuurlijk nu goed voor met de koppositie. Wel het gelijke aantal punten met Volendam. Alsmeer die zit nog een klein stukje achter ons eigenlijk. De rest is eigenlijk vrijwel. We hebben vorige week natuurlijk jullie trainers hier gehad. En als je ziet welke ontwikkeling het team ook dit jaar weer door heeft gemaakt. En dat ze op het laatst van de competitie, wat nou nader, eigenlijk op het sterkst lijken te zijn. Mag je verwachten dat die finale gaat? Ja, kijk, dat is ook ons doelstelling, die finale halen en kampioen worden. Dus kijk, iedereen is zich daarvan bewust. En we hebben een aantal tegenslagen gehad dit jaar. En we komen er nu eigenlijk alleen maar sterker uit. Dus wat dat betreft is dat gewoon heel positief. En we staan nu eerst en we proberen die eerste positie ook vol te houden. De volgende competitiewedstrijd is tegen Volendam thuis. Dus dat wordt een hele belangrijke. Dat is leuk. Ja, dus ik denk dat daar. Ja, we hebben ons dan nu genoeg tijd voor om onszelf voor te bereiden. En om daar 100% fit te zijn. Martijn, wie wordt kampioen? Wij worden kampioen. Wie wordt kampioen, Luc? Wij worden kampioen en we winnen de beker.
Je wist dat ik die nog ging stellen. Nou, dan vraag ik het aan Martijn. Ik begreep dat jij culinair bent aangelegd. Oh, dat valt wel mee. Nou, volgens de eigen site van de Lions is jouw favoriete gerecht is shawarma. En daar heb je graag een iced tea bij. Ja, dat klopt. Ik denk, dan is hij echt culinair eigenlijk. Ja, is dat culinair nou? Nee, niet. Maar... Nee, oké, maar het klopt wel. Ja, het klopt wel. Ja, echt sportmaat. Ja. Heren, ik dank jullie voor de komst. Ik wens jullie heel veel succes. Pak dat kampioenschap. En ja, Luc, we zullen zien volgend jaar. Bedankt. Ja, dat bedoel ik. Dat mag van klappen. Wij maken de weg vrij voor het kickstartspel. Hoogste tijd voor ons kickstartspel. Dat doen we met Luc en Martijn. Martijn Meijer, Luc Hoijding. Een keeper, kan die ook schieten? Denk het niet. Maar we zullen het zien. Denk het niet. Verrassingen. Martijn Makkie? Denk het ook niet. Denk het ook. Wie gaat er beginnen? Luc mag beginnen. Luc mag beginnen. Ik ben benieuwd. Luc, links of rechts? Rechtsbenig nog altijd. Rechtsbenig. Nou, leg de bal goed. Heb je ooit gevoetbal? Nooit. Dat wordt wat. Nou, we zullen het zien. Kijk, gewoon in die 60. Ja. Dan is natuurlijk de grote vraag, wat is het antwoord van Martijn? Linkshandig, dus ook linksbenig? Ja. 30 punten, Luc, jij hebt de voorsprong. Dat bedoel ik. En ik weet hoe dit leeft binnen de Lions. Dit is, als je wint of verliest, dan draag je het hele seizoen met je mee. Ja. Gaat-ie, Luc? Oh, 100 punten! Jij gaat het allemaal voor hem voetballen, hè? Voor iemand die nooit gevoetbald heeft, Martijn moet aan de bak. En hij behaalt nu al, ik zie het. Stel je aan. Ja, hij komt sterk terug, hoor! Alles goed, hallo. Alle opties open. Het is nou aan Luc. Goeie doordoek. Kan hij de druk aan? Oh, 206! Ja, met alles voetballer. Dat betekent gewoon dat hij de druk aan kan. We maken hem af, Martijn. 150 punten. Jij mag staan voor een voetballer. Dat betekent, Luc, niet alleen de dagwinst. Gedeelde derde plek in het tussenklassement. En voor een handballer een waanzinnige prestatie. Luc, Martijn, proficiat. Ja, dank je wel.